Dag sê boere, ons is vandaag hier bij Food Fair, nabij Jasmijn, Hartebeespoortdam, samen met mij, Dr. Maarten van der Leek. Hij is senior lector hier bij de faculteit veeartsenheidkunde bij de Universiteit van Pretoria. En samen met hem vandaag het een klomp studenten voor opleiding. Maarten, hulle is finale jaars. En wat gaan jij vandaag voor hulle leer? Hier is nou die, mens kan sê die kliniek. Nadat hulle nou in de klaskamer al gesit het en een beetje oor weeste en skape en varke geleer het. En dat is dan ook die kudde gezondheid werk. So nou moet hulle al die kennis toepas. En wat ons hier probeer doen is om vir hulle die context te gee van hoe die siektes en toestanden plaasvind. Help jy kom kyk net naar een siek koeie nie en jy maak nie die ander goed recht nie. Wat dit dan toelaat is dat hulle kan beter met die boer communiceren. Hulle kan ook beter een plan beraam als daar een probleem is op die plaas. Hulle plan is heel moeilijk meer praktisch als wat het zou wees sonder die kennis. So hulle was mis, hulle skit voer, hulle trek bloedponsers van kalfies, doen die rinapia of decad. So het is nie juist specifieke veearts en heikunde goed nie, maar is absoluut noodzakelijke kennis wat hulle moet hebben. Maarten, hoeveel studenten heb jij vandaag? Ons het vandaag 5 hierso. Kom ons hoop, al 5 gaan een dag op een dag dat hulle boeren kan adviseren en hulle kan helpen. So boeren, kijk mooi naar jullie veearts studenten wat dat praktisch bij jullie gaan doen. Lekker boer.